Hallo, dit is Lisette Anne met de orakelthemakaart van week 8. Deze week heb ik deze set kaarten gebruikt. Dat zijn de Dragon Cards en van Polly Waterfield. Polly Waterfield is iemand geweest, die is nog steeds iemand, maar die heeft enige jaren op Findhorn gewoond. Die tuin in noorden van Schotland, die helemaal ontstaan is uit niets, waar men met elfjes en met fairies heeft gewerkt en met natuurwezens. Dat was een heel droog stuk grond waar niks op te doen was. En er zijn mensen terechtgekomen die hoorden dat zij daar moesten tuinieren. En ze hebben de opvolging gedaan van... Ze hebben opgevolgd wat de elfjes tegen hun hebben gezegd. En daar is een gigantisch vruchtbare tuin uitgekomen. Nou, degene die deze kaart heeft ontworpen, heeft enige jaren ook op Findhorn in Schotland gewoond. Alle kaarten, het gaat dit keer niet om de plaatjes. Alle kaarten zijn aan de achterkant hetzelfde. Het gaat om de tekst die aan de andere kant staat. En deze week staat er op Potential. This dragon prizes the treasures it keeps in the dark. What worth can you find today in hidden places? Dus deze draak, deze draak van de komende week, die houdt die prijst de schatten die hij of zij verborgen houdt in het donker. En de draak vraagt van: wat ben jij aan het verbergen in donkere plaatsen? Wat voor schatten heb jij verborgen? Nou, het kan natuurlijk zijn dat je in de afgelopen weken, maanden, in de winter, hè, dan gaan we met z'n allen wat meer naar binnen, dat je potentieel hebt verborgen, dat er eigenlijk wel dingen borrelen aan creativiteit, maar je durft niet helemaal van wat moet ik nou gaan doen en wat nou als en wat zou iemand ervan zeggen en kan ik dat wel, ik ben niet goed genoeg en ik heb er nog niet voldoende voor geleerd. Nou, al die dingen, die zijn mij ook gewoon heel erg bekend. Deze kaart zegt van: wat is nou eigenlijk je potentieel? Deze week nodigt een draak jou uit om jouw schatten naar de oppervlakte te gaan brengen. Alles wat jij aan potentieel hebt in het donker, om dat alvast naar de oppervlakte te gaan brengen, naar het licht te gaan brengen. We gaan per slot van rekening toe naar de lente, maar ook de krokusjes gaan uitkomen, de narcissen gaan uitkomen, de tulpen. En wat ligt er nou aan bij jou verborgen diep in je, wat tijd is dat het nu naar buiten gaat komen? Daar is dit een hele mooie week voor, om jouw potentieel naar buiten te laten komen. Dus ik zou zeggen, als je het leuk vindt, ga ermee aan de slag. Wil je me erover mailen van: nou, ik heb me ineens een idee gehad, of ik ben sokken gaan breien, of ik ben dit gaan doen? Mail me dan gerust, je krijgt altijd antwoord van mij. En ik zou zeggen, maak er een hele mooie week van. En ik zie jou volgende keer. Tot ziens!